deze video neem je mee naar Wald in Pinkskau, een klein en gezellig bergdorp in Salzburg. Het dorp wordt omringd door de machtige bergen van Nationaal Park Hohe Tauern en de Zillertaler Alpen. Wat je hier al in de zomervakantie kunt doen, dat laten we je zien in deze video. Wald is een klein en typisch Oostenrijks dorpje omgeven door een machtige bergomgeving. Het wordt ook wel liefkozend de deur naar Nationaal Park Hohe Tauern genoemd. In het dorp zelf heb je ruime keuze aan appartementen, hotels, pensions en er zijn ook twee campings. Uiteraard vind je er ook faciliteiten zoals een supermarkt, restaurants en bars. In het dorp zelf zijn geen bergliften, maar in Koningslied, dat iets verderop ligt en vaak in één adem wordt genoemd met Wald, vind je wel een gondellift. En deze brengt je naar een hoogte van 2200 meter. Hierboven in de Gipfelweld kunnen families met kinderen zich de hele dag vermaken. Maar nog dichterbij is de Wildkogel Arena, die slechts enkele minuten rijden is. Ook hierboven heb je een leuke speelplaats voor kinderen en zijn er volop wandelmogelijkheden. Families met kinderen zitten in Wald helemaal goed, want het is een perfect uitgangspunt voor het maken van mooie wandelingen en leuke uitstapjes. Zo kunnen waterratten zich vermaken bij de Doerlasbode Stauzee, waar het water in de zomer oploopt tot wel 20 graden. En in het dorp zelf vind je het Kristalbad, een binnenzwembad met wel een hele mooie ligweide buiten. Rondom het dorp vind je zo'n 400 kilometer aan wandelwegen. Je kunt in de Zillertaler Arena gaan wandelen, maar je staat ook in no time in Nationaal Park Hohe Tauern, waar de wandelmogelijkheden echt grenzeloos zijn. Vanuit het dorp kun je ook de Sonberg opwandelen, waar ik nu zit. En hier heb je niet alleen een geweldig uitzicht over het dal, maar ook op het machtige bergdecor aan de overkant. Alleen al in de Zillertaler Arena liggen 325 kilometer aan mountainbike en fietspaden. En ook rondom Wald en in de zijdalen kun je prachtige tochten maken. Een e-bike maakt het mogelijk voor iedereen om in de bergen te fietsen, want door het motortje kom je makkelijk omhoog. Pas alleen wel op wanneer je afdaalt, want dat zijn wij laaglanders niet zo gewend. Wald ligt op 966 kilometer van Utrecht en is op verschillende manieren te bereiken. Via Koefstein rijd je Oostenrijk binnen en vervolgens kan je of door het Zillertal rijden, 20 minuten, daarna de Gerlofspas omhoog en dan ben je in het dorp. Een andere route die 10 kilometer korter is, maar waar je wel wat langer door de bergen rijdt, is via Kitzbühel en Mitterseel. Op 7 kilometer afstand van Wald vind je de hoogste waterval van Oostenrijk, de Krimmlerwasservallen. Over een hoogte van 380 meter in drie fases stort het water zich hier naar beneden in het dal. Via een mooie panoramawandeling kan je alle fases van de waterval goed bekijken. En wanneer je er dan toch bent, bezoek dan ook meteen Wasserwelten. Klimmen en klauteren is voor iedereen leuk. Vlakbij het dorp vind je hoogzeilkarten Unterwutzacher. En hier vind je maar liefst 30 stations tussen de bomen en klim je op een hoogte van 8 tot 25 meter. Bij Alpenmineralien Hover kun je de mooiste edelstenen bewonderen en ook kopen. Kinderen kunnen hier zelfs op zoek gaan naar hun eigen stenen die ze vervolgens ook leren wassen. En de vrouw des huizes maakt ook heerlijke zeep, dus ga dat ook zeker even bekijken wanneer je hier bent. Kortom, Wald in Pinkskau is een fijn bergdorp waar je echt kunt genieten van de rust en de natuur. Het is een perfect uitgangspunt voor het maken van mooie wandel- en fietstochten. En bovendien kun je hier vele andere activiteiten ondernemen. Kortom, een heerlijke plek voor een afwisselende Oostenrijkse bergvakantie.